Ik ben Willem van der Schoot en ik doe ook decor, zoals veel mensen. En eigenlijk al vanaf het eerste uur. En altijd leuk, altijd spannend, altijd een uitdaging. En altijd te weinig tijd, maar het komt altijd goed. Ik ben nu bezig met een grijper. Dat is eigenlijk een vergroting van een vuilgrijper die ze in de park gebruiken om propjes op te pakken. Maar deze moet een robot op gaan pakken. Die komt uit een auto met deze pijp gestoken. Dus eigenlijk het prototype van de uitsteekmechaniek. Dan komt deze grijper op en die grijpt dan klats zo die robot beet en trekt hem naar binnen en vermaalt hem. Een modern destructiebedrijf. En dit is dus eigenlijk dit wordt het moderne destructievoertuig. Dan komt er een klep. Hij wordt helemaal dicht. Dus je ziet eigenlijk niet wie erin zit. De klep gaat open, die komt hier achter. Daar komt die grijper uit. En op een soort rollenband, die staat daar, wordt dat ding naar binnen getrokken. En dan gaan we nog iets verzinnen dat je dus meemaakt dat hij helemaal aan barrels gezaagd wordt binnen. Nou, we zijn dus nu een stukje verder eigenlijk. En die grijper die jij noemde, die was ik eigenlijk alweer vergeten. Die staat naast de lood. En die is eigenlijk vrij snel uitgeschreven. En dat is op zich niet erg, want die scène die werkte gewoon helemaal niet. Weet je, ging traag en dat voegde eigenlijk niks toe. Dus dan gaat hij eruit. Kijk, als het niet werkt is het vervelend. Dan denk je van ja, dan moet er anders. Weet je, als het een goede grap is en hij past in het stuk, dan moet je daar moet je er 100% voor gaan. Maar als mensen zeggen ja, het voegt niks toe, dan kun je hem nog zo goed maken. Maar als het alleen maar vertraagt, het verhaal, en wat ik me eigenlijk wel kon voorstellen naar de hand, dan vind ik het ook prima. En hij staat nou naast de loods. En ik vind het nog steeds een heel leuk ding, maar misschien komt hij ooit nog wel eens een keer terug. Dat er wel een goede scène mee verzonnen wordt. Maar dat vind ik op zich geen probleem. Er zit gewoon tijd in. Dat is...